Het oude Anker. Een bijzonder monumentje eigenlijk. Het is van oudsher een oude woning. Maar zo het er nu bij staat, is pas van 1920. Door het gebruik van schitterende oude materialen is het zodanig tot stand gekomen. Begin 1920 werd de woning gekocht door een Rotterdamse industrieel, de familie van Schaik. Hij was betrokken bij de fabriek van Van den Berg en Jurgens en kwam hier slechts enkel in het najaar om de jacht te bedrijven.